serie heet Blues in Boxes. En dus is wel geïnspireerd op de blues. Wat ik mooi vind aan de blues is dat het is niet zwaar, maar het heeft wel lading. Maar door dus te vertellen over waar je naar verlangt of waar je bang voor bent, door dat te doen en dat te delen op zo'n klein oppervlak, volgens mij troost dat. En volgens mij is dat wat de blues doet. Ik ben nu heel erg vertrokken vanuit het idee dat ik graag twee mensen in mijn container wilde hebben. En ik had de eerste gemaakt over een meisje dat contact zoekt, maar zo ver weg dat ze het nooit gaat krijgen. En de tweede ging over een jongeman die zijn vrouw verloren is. En toen dacht ik, dan is het mooi in op het punt waar ik nu ben, dat nu nummer drie daar aankomt, om een relatie te nemen die gewoon goed is, die bestaat. Want ook daarin, in diezelfde grens zit van tot waar kan ik delen, tot waar en waarin ben ik eigenlijk misschien wel juist meer alleen als ik samen ben, of voel ik me juist het is een beetje homies where the heart is, weet je wel, voel ik me thuis bij die ander of soms ook niet en is dat erg of dat was een beetje mijn startpunt voor deze, dat ik het mooi idee vond om eigenlijk in de relatie te kijken naar waar zit de blues. De twee spelers, zij komen uit de meme. Ik ben steeds aan het zoeken naar hoe kan ik die twee bij elkaar krijgen. Dat wat ik zo mooi vind aan die meme, aan dat stille spel en mensen waar ik gewoon naar mag kijken. En dat wat ik zo mooi vind aan wat taal kan doen, wat die teksten kunnen oproepen. Om daar verbinding tussen te vinden, om die twee samen in te zetten, zodat je op allebei de niveaus aangesproken wordt. Als ik schrijf, dan ga ik op zoek naar waar het voor mij dan, waar angstig is of eenzaam of juist mooi of spannend. Of soms ben je aan het schrijven en dan denk je, ik weet zelf ook niet waar het nu heen gaat, maar juist dat maakt dat het heel erg leeft of spannend is. De Blues in Boxes is ook een manier voor mij om een soort klein oeuvre op te bouwen. Om steeds weer een nieuw deeltje uit te vinden en ook daar de overeenkomsten tussen te vinden. Niet alleen in de stijl waarin ik schrijf of hoe ik woord of ritme gebruik, maar ook gewoon inhoudelijk. Wat ik hoop is dat de tekst of het materiaal, of straks ook het spel, zo open is. Weet je, als mensen echt dus ook zelf aan het bouwen geraakt zijn erdoor, omdat ze hun eigen plaatjes maken, omdat ze hun eigen associaties gebruiken om iets te zien en iets te voelen. Dus dat is de bedoeling. De acteurs mogen wat dat betreft ook niet zoveel doen, want ik wil dat het allemaal daar gebeurt. Het is natuurlijk een monsterlijk plan. Het slaat natuurlijk nergens op eigenlijk om 12 boxen te willen maken en die te willen stapelen. Het is waanzinnig. Maar ik zie het een beetje als een album, zeg maar. Als een plaat. Dus je hebt de losse nummers die gewoon op zichzelf staan. Het idee is dan wel dat de hele plaat, om het zo even te noemen, dat die dat je daar meer lagen in kan maken. En Blues in Boxes is de blues in een zeecontainer. Maar hoe meer je weet wat eigenlijk de kern is van wat je aan het doen bent, wat je aan het zoeken bent, kun je uiteindelijk in alle boxen die je kunt verzinnen gaan staan. In een goederenlift, denk ik. Het lijkt me heel leuk. Er raced een jongetje op een oranje fiets met zijwieltjes over het trottoir. Er is nergens leegte of laagbouw. Er zijn overal huizen. En in die huizen zitten ramen. En daarachter wonen mensen. Al die mensen hebben een leven. Een verhaal. Hij staat voor het raam. Wat zie je? Vraag ik. Het is zo grijs, zegt hij. Het is altijd grijs hier. Dat is niet waar, zeg ik.